Hoi, ik ben Anna van Terug naar Eden. Dit filmpje gaat over vijgen en rozenbottels. Ik heb nog vijgen aan mijn struik buiten zitten. Die zijn niet rijp geworden. Maar met vijgen die niet rijp zijn, kun je ook nog dingen doen. Dus omdat het weer nu toch aan het omslaan is. We hebben heel lang een zachte nazomer gehad, een zachte herfst. En nu begint het weer om te slaan dat het echt kouder wordt. Ja, dan worden die vijgen er niet beter op als ze natuurlijk aan de plant blijven zitten. Dus dan haal ik ze eraf. En er zijn ook nog weer wat meer rozenbottels rijp. Die haal ik er ook af. Verder heb ik de kippen buiten lopen op het stuk wat bostuin is. En daar zitten nog steeds een aantal aardappelplanten, ben ik achtergekomen. Die kippen die graven dat mooi op. Ik vertel het hier allemaal binnen en ik neem het ook hier op omdat buiten ontzettend veel wind staat. Dus dan weten jullie wat ik buiten ga doen. En dan buiten laat ik de camera lopen. En dan zou ik er wel een leuk muziekje of zo onder zetten. Dus dat is de planning. Ik zou ook even bij de mispelboom kijken. Doordat er meer wind zat, vallen er ook al wat mispels af. Die haal ik dan ook naar binnen. En als het kan, dan ga ik ook nog naar, naar de tuin van buurman Jan. Zal ik hem maar noemen. Ik kom er altijd langs als ik richting het geitenland ga. Dan heeft hij een moestuin en een siertuin en een boomgaard en hij heeft te veel appels. En als hij niet rondom de bomen heeft gespit, kan ik er nog bij en dan mag ik daar de appels plukken. En als het kan, dan zou ik daar ook een stukje van filmen. Als ik alle buitenwerkzaamheden heb gehad, in de video is dat maar een paar minuten, maar in werkelijkheid ben ik dan wel een paar uur bezig, denk ik. En dan kom ik weer terug binnen en dan ga ik in de middag gebruiken om alle werkzaamheden in de middag te doen. Ik ga dan de vijgen verwerken, ik ga dan de rozenbottels verwerken. Ik heb nog in de planning om melk te gaan verwerken tot kwark of verse kaas. Daar zal ik een stukje van laten zien. Ik moet mijn kazen nog koten die ik al gemaakt heb. Er staat zuurdesembrood te rijzen en ik moet de maaltijd klaarmaken voor de avond. Dus ik heb een heel druk programma. En de dagen zijn kort, dus ik zou zeggen, snel aan de slag. We gaan naar buiten en ik ga het proberen vast te leggen. Thank you.
binnen en omgekleed. Ik hoop dat jullie genoten hebben van het stukje film hiervoor, dat ik buiten bezig was met mooi muziekje eronder. Ik heb inmiddels de houtkachel aangestoken, dus die staat lekker warm te worden. Ik heb een vergiet gepakt en hier is mijn mandje met mijn vijgen, mijn rozenbottels. En ik had citroenmelissen geplukt. Die citroenmelissen, die haal ik er even tussenuit. Was ik even apart af. En die leg ik even aan de kant. Ik ga nu eerst alle vijgen eruit halen en wassen. Nou, het zijn er best nog aardig wat. Ik ga daar een vijgencompoot van maken. En ik denk dat ik de rozenbottels er ook doorheen ga verwerken. Maar die moet ik even apart klaarmaken. De mispels die ik geraapt heb, die stop ik in de vriezer. En dan wacht ik tot de vorst buiten geweest is. Want zijn alle mispels die buiten aan de boom zitten ook in de vorst geweest. En dan haal ik deze weer uit de vriezer en dan ga ik die allemaal apart verwerken. Ik denk dat ik daar nog wel een keer een filmpje over ga maken. Dus die leg ik ook even apart. De kleine rozenbottels nog. Die zet ik weer even terug, dan was ik de vijg even af. Ik zal de camera even dichterbij zetten, inzoomen wat ik aan het doen ben. Staat in het recept dat het goed is om handschoenen aan te doen omdat er kleverig sap uitkomt. Ik snij het steeltje met een klein stukje vruchtvlees eraf. Ik heb hieronder mijn schillenemmer weer staan. En dan aan de onderkant, dan kerf je hem in, dan gaat hij de pan in. Dus dat doe je overal. Steeltje eraf, met een klein stukje vruchtvlees, aan de onderkant inkerven en in de pan. Ik ga zo even verder en dan kom ik straks weer terug als ik het af heb. Ik heb in de pan met vijgen ruim water gedaan. Ik zet hem op de houtkachel met de deksel erop. En nu is wachten tot het gaat koken en dan gaat het 15 minuten koken. Nu ga ik weer terug naar de keuken en dan ga ik verder met de rode bieten die ik geoogst heb. De oven geeft eerst aan dat de tijd voor het bakken van het zuurdesembrood om is. Dus ik haal het brood uit de oven. Laat de oven ook nog aan, want er gaat straks weer een nieuwe ovenschotel in. Ik pak er altijd even een rond mes bij, ondanks dat ik die vormen altijd goed invet. Willen ze soms toch wel eens blijven kleven. Als ik dan even het mes er langs heen haal, met een ronde punt, dan beschadig je je bakblad ook niet. Dan is zeker weten dat ze loskomen. Dus 2. Te controleren of het gaar is. Klopje op de achterkant. Klinkt hartstikke hol. Dan weet je dat het gaar is. Nou, kijk eens aan. Weer een plus plat. Die zet ik even aan de andere kant. Nu verder met de rode bieten. Je kunt ook het blad van rode bieten eten. Ik had nog een bosuil geoogst. Die leg ik ook even aan de kant. De rode bieten, dit was een vreemde. Dus dat is de onderkant denk ik konijnenvoer.
De jonge blaadjes van rode biet kun je door salades gebruiken. Die zijn het lekkerste. En de wat oudere bladeren van rode biet, die kun je ook nog in gerechten meestoven. Ik heb hier ook de aardappel nog in zitten en ik heb een aantal wortels. Vanuit het nieuwe project wat ik ook op een film heb gezet. Die heb ik uit voorraad gehad, die heb ik ook alvast ergens de zand eraf gespoeld. Dus die ga ik eerst klaarmaken. Kijk gelijk even welk blad er niet geschikt is. Wat mooie konijnenvoer is. Er zit ook wel droog blad tussen. Nou, de rest dat was ik straks. Hier heb ik nog een kleintje. Dit zijn rode bieten die zichzelf hebben uitgezaaid, want ik had jabbatja. Dus dat is dan wel weer leuk. Ik spoel de rode bieten even onder de kraan nog wat beter schoon. En dat doe ik met de wortels ook nog even een keer. Spoel mijn plank nog een beetje schoon. Zo. Pak er even een schaaltje bij. Dan kan ik daar mooi alles in doen. Eraf. Ik wil een hartige taart gaan maken van de groenten die ik onder andere heb geoogst. En dat wordt een beetje een zoete taart. Daar doe ik dus wortel in, daar doe ik rode biet in. Dan ga ik ook een aantal appels erheen doen die ik net geoogst heb. Van de appels, ik zoek degene die een beetje een formaat hebben om te schillen, die zoek ik er tussenuit in een aparte emmer. Die zet ik dan voor ons apart. Ik heb een hele voorraad met kisten en dozen allemaal van die appels hier in huis staan. Want wij hebben de cv toch niet meer aan omdat het gastenduur is. Dus het is mooi koel aan de noordoostkant van ons huis. Daar staan ze mooi koel. Alles waar plekjes op zitten die te klein zijn, die gaan direct naar de geiten. En als ik een grote tussen heb waar ook plekjes op zitten en ik ben van plan om een gerecht te maken, dan maak ik die gewoon eerst op. In een gerecht. En zo, zo kan ik mooi al die spullen verwerken. Nou, ik maak dit nog even verder schoon. De bieten die ga ik ook heel dun schillen. En dan snij ik alles in stukjes. En dan zet ik de machine klaar om het deeg te gaan maken voor de hartige taart. Want dat is nou even de prioriteit dat die het eerst in de oven gaat. En dan kom ik zo weer even op het filmpje erop terug. Ik heb nu de bieten en de wortels klein gesneden. En ik heb er ook een aardappel bij gedaan. Allemaal kleine stukjes. Dat doe ik over in een pannetje. Want ik kook dat eerst een beetje voor. Dat het goed zacht is. Anders heeft mijn man gruwelijke hekel aan. Ik doe er wat zout bij. Dit is zeezout. Dan pak ik nog mijn doos met kruiden. Het wordt een beetje zoet-zuurachtig. Dat doe ik kruiden bij die ik daar lekker bij vind. Ik doe er wat gember erin. Het gaat gewoon allemaal op gevoel. Wat ik lekker kruid vind, doe ik meer in. Wat ik minder lekker kruid vind, doe ik er minder in. Knoflook is ook wel lekker. Heel ietsje maar. Kaneel een klein beetje. Nootmuskaat, een beetje, even kijken, waar is die? Kruidnagel, een heel klein pietje, want daar ben ik niet zo heel fan van. Nou, kardemom heb ik niet, dat is ook een mooi zoet kruid. Even kijken hoor, een beetje paprika,
Paprika kun je combineren met zoetzuur. Paprika vind ik lekker, dus daar doe ik wat meer van in. Ik heb op de houtkachel, een fluitketel staan, heb ik al water wat warm in. Dat scheelt weer kooktijd. Dus ook dit pannetje gaat op de kachel bij de vijver. Ik heb alle spullen klaarstaan voor de bodem. Dat is ongeveer 125 gram bloem. Ik neem altijd iets meer. Meer richting de 150. Anders vind ik dat ik altijd zo weinig heb. Er gaat een klein beetje zout in. Er gaat er ongeveer 50 gram boter in. Of een ander vet. Naar keuze. Ik doe het ook wel eens met kwark van onze eigen geitenmelk. Boter is op het moment ook vreselijk duur. Boter in stukjes erbij. Dan gaat er nog een heel klein pietje water bij. Dat is maar 50 ml. Dus het is ongeveer, wat zou 50 ml zijn? Een half kopje. Ik doe het altijd een beetje op gevoel. Maar ik zou jullie nou een beetje meer meten. Nou, dit ga ik tot een mooi flexibel deegje kneden en dan de vorm bekleden en dan kom ik weer op terug. Ik heb het deeg inmiddels klaar. Ik heb de vorm er ook al mee bekleed. Ik heb in de tussenliggende tijd de rode bietenblaadjes uitgezocht. Wat konijnenvoer zit in de schillenemmer en wat ik bruikbaar vind heb ik gewassen. En dat staat nu in de vergiet. De bosui heb ik gewassen en nu ga ik eerst dat bietenblad en de bosui fijn snijden. Daar doe ik ook de citroenmelisse bij. Nu ga ik nog de appelschillen die ik uitgeselecteerd heb. Ik heb de fijn gesneden groenten bij me. Ik had misschien even een iets grotere pan moeten pakken. Maar het voordeel van een klein pannetje is dat het ook eerder aan de kook is. Ik doe het er gewoon bovenop. En dan stoomt het wel mee. Even een pollepel erbij halen. Zo, dan kan ik er wat meer kwijt. Komt allemaal goed. Het ruikt al heerlijk. Kijk, op een houtkachel koken, dat is altijd een beetje uitvogelen van hoe hard het alles gaat. Dat heeft te maken met meer en minder trek in je kachel, meer en minder hout. Dat kun je allemaal natuurlijk afstellen en sturen. Maar het is natuurlijk altijd een beetje creatiever koken dan op een gewone kookfornuis. Nou, ik drukte het lekker aan.
dat het in contact komt met het vocht en de kruiden van de groenten die eronder zitten. Dek ze terug op de pan met een heel klein kiertje. En dan kom ik na een minuut of vijf uur even kijken hoe het er dan uitziet. De groenten op de houtkachel hebben voldoende gekookt. Nu giet ik het door een vergiet en ik vang het kookvocht op in de pan eronder. Alles heeft een hele mooie kleur gekregen. Pannetje spoel ik even om. Laat het even uitdruppelen. Het meeste vocht, niet alles. Dan heb ik hier mijn kom nog staan van het beslag kneden. Dan ga ik dit in doen. De meeste recepten. Ik moet nou even praten breien tegelijk hoor, dat lukt ons niet altijd. De meeste recepten van een hartige taart die geven aan een bodem, een vulling en een topping. Maar dan krijg je echt een bodem en dan een laag groente en dan een topping. Ik vind het veel lekkerder om die topping te mengen met de groente. Dan krijg je veel meer, als je hem doorsnijdt, ook een substantie die samenhangend is in plaats van een hardere onderkant en een hardere bovenkant. En als je hem dan snijdt, zit het zacht in het midden. Dat vind ik wat minder. Plus, het geeft mij ook de mogelijkheid om lekker dingen er doorheen te mengen, waarvan mijn man geen weet, hè. Dus niet vertellen dat hier het blad van de rode bietbier in zit, want dan gaat hij echt niet op. Ik had de appel klein gesneden, die hoef ik niet mee te stoven, want die stooft in het gerecht in de oven wel verder gaar. Die doe ik erbij in. Even kijken. Ik heb hier nog twee jukkels van eieren van onze kippen. Ze leggen bijna niets meer, maar die paar die dan nog een ei leggen, die maken er ook echt een flinke grote ei van. Nog een ei erbij. Die topping is eigenlijk een soort van pannenkoekbeslag. Dus dat doen ze vaak met ei, wat bloem en wat melk. Nou, ik doe dat niet met melk. Even kijken hoor. Ik doe er nog een klein beetje honing, een dessertlepel honing bij in. Zo. En nu gaat er wat bloem bij. Ja, bij mij gaat het allemaal op gevoel, maar wat je dan misschien even beter kan doen, als je dit niet zo vaak gemaakt hebt, dat je even in een schaaltje pakt, wat ik nu ook ga doen. Even een soort van pannenkoekenslagje maak. Dan moet je daar je ei natuurlijk ook even bij denken. Nou, ik krijg er nog wel een dooier in terug. Ik vind het allemaal zo spannend niet. Hupsakee. En in plaats van melk gebruik ik mijn kookvocht. Want ik ga dat natuurlijk niet weggooien. Daar zitten alle lekkere kruiden erin. Nou, dan roer je dit even tot een papje. En dat maak je een beetje de dikte van pannenkoekenbeslag. Als je het dun maakt, dan krijg je een hele natte taart. Dan duurt het heel lang voordat alles gaar is. Ik maak het papje meestal een beetje meer aan de dikkere kant dan aan de dunnere kant. Omdat de groentes ook nog vocht bevat. Ja, zo wordt het wel een mooie substantie. Ik zal de garde er ook nog even doorheen halen, dan weet ik zeker dat ik klontjes kwijt ben. Ik heb nog wel wat kookvocht over. Maar dat gebruik ik weer. Daar kan ik morgen weer een saus van maken voor bij de maaltijd. Dus er gaat hier zelden zomaar iets weg. Moet eens kijken, wat een mooie kleur. Ik kan mijn schaal niet te scheef houden. Even spieken. Het lijkt bijna wel schilderen, oranje van wortel. Nou gaat dit terug hierin. Even kijken. Waar ik mijn spatel? Oh ja, hier.
Dus ik heb nu voor jullie even het beslagje apart in een kom gemaakt. Maar ik kiep gewoon alles al direct in die grote bak. En ik zie dan ongeveer aan mijn massa wel of ik er te veel vocht in heb zitten of te veel bloem. Ik begin meestal met wat minder vocht. Kijk, als het heel veel te droog is, kan je er altijd nog een beetje vocht bij doen. Als je er eenmaal een hoop vocht in hebt gegooid, ja, dan moet je er een heleboel bloem tegenover gaan doen om het verschil op te heffen. Ik roer nu alles nog even door. Ik zal straks even van dichtbij laten zien hoe de massa eruit ziet. Wat ik ook nog heb, had ik nog niet klaargezet, stond nog in de koelkast. Ik heb nog een restje verse kaas over. Die doe ik er ook nog bij in. Zo komt alles mooi op. Want vandaag ben ik ook weer nieuwe kwark of verse kaas aan het maken, net wat ik nodig heb. Verse kaas heb ik nog een voorraadje in de vriezer. Dus dan wordt het nu kwark. Nou, dat roer ik er allemaal doorheen. Dat alles goed gemengd is. Zo. Ik zal het eerst even in de vorm kiepen en dan zal ik het laten zien. Je kan ook nog kiezen om, als je het in de vorm zit, om de kaas als laatste erop te doen. Dan kun je ook goudse kaas, vlakke kaas eroverheen doen. Dan smelt die kaas. Kan ook. Nou, het is net wat ik heb liggen, wat op moet of waar ik zin in heb. Zo. Oh, nog een wortel. Even een beetje verdelen. Het ziet er echt leuk uit en het ruikt ook lekker. Zo. Ik heb een beetje de sput erin, want ik heb nog zat te doen. Zo is die geworden. Nou, nu stop ik hem in de oven. Ja, het is afhankelijk hoeveel vochtige groenten en hoeveel vocht je hebt toegevoegd. Zeg maar zo'n 3 kwartier, misschien een uur. Kan korter, kan langer. En dan ruim ik het hier even op en dan laat ik even zien hoe het met de vijgen verder gaat. De vijgen die hebben wel een kwartier gekookt, die giet ik af. Dat vocht gaat gewoon weg. Dan doe je ze terug in de pan. Opnieuw warm water erbij. Ruim water. En ik vul gelijk mijn ketel weer. Die gaat mee de kachel. En dan breng ik het weer aan de kook voor het tweede kwartier. En dat doe ik in totaal 3 keer. Ik ben inmiddels omgekleed zoals jullie zien. Want ik moet de dieren tussendoor ook verzorgen. De ovenschotel die staat nog een minuut of 10 op het klokje. De vijgen staan voor de 3e keer in schoon water op de kachel. En nu heb ik even tijd om aan de rozenbottels te beginnen. Ik haal overal dat groene kroontje eraf. En dan doe ik ze even in een vergiet. En dan was ik die van schoon en dan heb ik die voor morgen klaar. Want ik ga morgen verder met de rozenbottels. En morgen moet ik ook verder met de vijgen. Want die moet ik zo nog een keer het water afgieten. En dan gaan de kruiden bij. En dan gaat dat nog koken tot het zacht is. En als het dan zacht is, dan blijft het gewoon in de pan zitten met de kruiden erbij. En dan blijft het de hele nacht staan. En dan trekken al die smaken er lekker doorheen. En dan moet ik dat morgen weer oppakken om het verder af te maken. En dan kan ik ook de rozenbottels klaarmaken. En dan uiteindelijk kan ik dan, als ik het helemaal af heb, kan ik dan de rozenbottelpuree die ik eruit gekregen heb met de vijgen bij elkaar doen. En dan kijk ik wel hoeveel of dat ik heb. Misschien dat ik zelfs nog een paar kleine potjes kan inwekken. Dus dat is de planning. Ik maak dit nog rap even schoon, want het wordt al heel snel donker. Dus ik moet nog een soort hardlopen op naar het geitenland. En dan kom ik er weer op terug op het moment dat de vijgen klaar zijn, dat de kruiden erbij gaan. En dan laat ik zien wat ik er dan nog bij doe. Dus het filmpje wordt weer vervolgd. Het is inmiddels nog tijd om te eten. Dus ik ga die hartige taart aansnijden.
Dan ben ik heel benieuwd hoe of dat die smaakt. Goed gaar, gelukkig. Heet is die nog, denk ik. Ja hoor, smaakt prima. Ga even eten. Na het eten kom ik even terug op de vijgen. Ik heb gelukkig ook nog tijd gehad om een kaas te maken. Tenminste kaas, ja, kwark is ook verse kaas. Die staat hier met stremsel in de hooimadam. Morgen is dat kwark als het goed gegaan is. En hier liggen mijn kaasjes, die heb ik nog voorzien van de laag met coating. Dus ook dat is gelukt. Nou, ik ga lekker eten. En dan laat ik straks nog even zien hoe het met die vijgen verder gaat. Nadat je de vijgen 3 keer een kwartier hebt gekookt en elke keer het water hebt afgegoten, je spoelt ze dan met koud water na, spoelt je pan even na, doet de vijgen weer terug, ruim water erbij, weer aan de kook. Dat heb ik dus nu 3 keer gedaan. Dan zijn ze na dus 45 minuten totaal. Zijn ze zacht, maar ze hebben nog steeds hun vorm. Ze staan wel een poosje van de kachel af, als kan ik natuurlijk de pan niet pakken. Kijk, ze hebben hun vorm nog. Maar als je erin knijpt, kijk, ze zijn dan wel zacht. Ik heb hier het recept. Nou, er gaat een hele berg met suiker bij. Daar heb ik helemaal geen zin in. Het recept is 750 gram groene onrijpe vijgen. 500 gram suiker. 1,2 liter water. Het schil en het rasp. En het sap van 1 citroen, 6 kruidnagelen, 4 kardemompeulen en 1 kaneelstokje. Dat is het recept. Maar ik ga daarop variëren, want ik ga dat niet doen. Citroen heb ik niet, maar ik heb wel citroenmelisse. Dus dat gaat er gewoon bij in. Dat vond ik trouwens in die hartige taart heerlijk smaken, die citroenmelisse. Ik heb geen kaneelstokjes en kardemompeulen, maar ik heb wel de kruiden los. Dus een beetje kruidnagel. Kardemom had ik niet, ik heb voor gember gekozen. Dat is ook een beetje zoetig. Kaneel zit hierin, al in poedervorm. De suiker, ik doe er maar 100 gram suiker in. En ik heb een eetlepel pectine bij mijn kruidenmengsel gedaan. Want de bedoeling met die hoeveelheid suiker is om het ook weer een hele tijd te gaan laten koken. Dat die suiker helemaal tot stroop wordt. En dat stroperige, dat kan ik dus nabootsen door minder suiker erin te doen. En met pectine te gaan werken. Dan hoeft het ook helemaal niet zo lang meer op te staan. Dan krijg ik toch een beetje hetzelfde effect. Nou, ik meng de pectine, de kruiden, de suiker allemaal door elkaar. Even kijken, dan wordt het voor mij, want ik heb niet 750, ik heb er wat minder. Dan ga ik op ongeveer 700 liter vocht zitten. Ik kan altijd nog vocht bij doen als ik denk dat ik te weinig heb. Ik heb weer heet water van de houttafel. En dan begint de kookplaat te piepen omdat ik wat zit te knoeien. En dat kan natuurlijk niet met vocht op de druktoetsen. Zo. Water erbij. Nou, ik vind het behoorlijk wat water. Dus ik, kijk eens. Ik zat op 700.
Ik heb er nu 500 bij gedaan. Net zoveel water als dat ik vruchten heb. Als het te dik wordt, kan ik altijd nog warm water toevoegen. Nu gaat de suiker en de kruidenmengsel erbij. En dan ga ik dit weer op de houtkachel zetten. En dan ga ik dit laten koken. Totdat het een soort gelei-achtig iets wordt. En dan, wat ik al zei, gaat de deksel erop. Laat ik het afkoelen, laat ik het de hele nacht trekken. En gaat dit filmpje dus morgen verder. Zowel met de rozenbottel en de vijgen. En misschien laat ik nog wel iets van de kwark zien. Dus ik zou zeggen, nog even geduld en tot morgen. Ik hoop dat jullie een beetje zicht hebben op wat ik ga doen. Ik heb een, het is een soort pureerapparaat. Dat is al een heel oud ding. Dat is al net zo oud als dat ik ben. Dat heb ik van mijn vader geërfd. Daar zitten drie verschillende zeven bij. Ik heb nu de middelste. En dat is om de pitjes van de rozenbottel tegen te houden en de puree in de kom op te vangen. Ik heb zo ongeveer een minuut of 10 gekookt met een klein laagje water. Dan ga ik met de klok meedraaien. Nou, het vocht dat zakt er gelijk doorheen. En dan even checken of dat te zien is op de... Oh ja, dat is wel te zien. Hij drukt dus al die rozenbottels stuk. Het vruchtvlees drukt hij er doorheen. Je kan af en toe ook nog even met de spatel aan de onderkant even schrapen. Dat je hier de puree kwijt bent. Kijk hoor. Is wel te zien, geloof ik, hè? Dan heeft hij weer wat meer lucht, zeg maar, om er nog meer doorheen te drukken. En na verloop van tijd, dan krijg ik zoveel pitjes aan de bovenkant van de zeef. Dan moet ik de pitjes verwijderen. Ja, dan heb je ook altijd wel wat velletjes en lelletjes en kleur van de rozenbottels mee die je verwijdert. Dan krijg je weer ruimte. Dan doe je er weer een nieuwe lading op en zo maak je dus puree. Ik heb hier de pan met vijgen van gisteravond. Die heb ik weer even warm gemaakt. Kijk, dit is de puree geworden. Die doe ik er door. Ik roer alles even goed door elkaar. Dit hoeft niet meer lang te koken. Het gaat er gewoon even om dat het allemaal weer goed heet is. Voordat het in de wekpotten gaat. Het is nu een wat dunnere substantie. Maar als het afkoelt, dan wordt het weer dikker. Net zoals jus. Jus afkoelt, heb je ook een dikkere massa. En als het dan weer warm wordt, wordt het weer vloeibaar. Dat is met die pectine die ik erin gedaan heb ook zo. Dus dit laat ik even goed verwarmen. In de tussenliggende tijd heb ik hier een pan warm staan met een doekje en warm water. Mijn wekpotjes heb ik hier warm staan. Schoongemaakt in het hete water. Ik heb hier nog de kwark die ik klaargemaakt heb. En hier staat weer een schaaltje klaar met appel, nootjes, roggevlokken, havervlokken, allerlei soorten kruiden. Er gaan uiteindelijk nog rozijnen door en het staat te weken op een restje wei wat ik nog van de kwark over heb. En dit wordt weer een soort van appel-notencake, geef het een naam. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien hoe ik alles heb geoogst, hoe ik de vijgen die nog niet rijp zijn met de rozenbottel samen heb verwerkt en al het andere wat ik tussendoor gedaan heb. Ik zal nog een foto toevoegen van het eindresultaat in de potjes en misschien nog van het toetje wat ik ermee ga maken. Dan bedank ik jullie voor het kijken en misschien weer tot de volgende keer op mijn kanaal. Dag hoor!